mensen. Ik kom net onder de douche vandaan. Ik heb ineens een tranenoog. En ik heb mezelf al omgekleed en klaargemaakt. En ik heb zo'n sweater aan. Maar ik vind het altijd zo raar aanvoelen als hij zo hoog zit. Want dan is het een beetje zo verstikkend alsof het niet zo hoort of zo. Ik weet niet. Ik heb heel lang niet zo'n trui aangehad. Dus misschien dat ik daar gewoon even aan moet wennen. Maar in ieder geval, ik ben de afgelopen 2 weken dus gewoon niet zo lekker geweest. Waardoor ik heel veel werk heb wat zich heeft opgestapeld. En wat ik vandaag echt moet gaan doen. Want ik heb ook nog wat administratiedingetjes die vandaag echt op de planning staan. En mijn papieren moeten naar de boekhouder. Ik moet ook nog het huis een beetje aan de kant maken. Want het is echt een bende. En mijn mails. Dus dat ga ik zo meteen als eerste doen. Mijn mails. Mijn mailbox is echt niet normaal vol. Dus dat ga ik even vanuit mijn bed doen. En daarna ga ik naar beneden opruimen. Boven opruimen. Zolder opruimen. En dan de administratie. Waar ik ook echt geen zin in heb. Dat is iets wat ik altijd uitstel. Maar het moet gebeuren. Want anders dan krijg je een boete. En dat is niet goed. Dus boekhouding is wel echt iets wat vandaag echt af moet. Maar ja, ik ga vandaag gewoon voor jullie vlog. Gezellig dat jullie weer kijken naar dit vermoeide hoofd. En ik hoop dat jullie het weer leuk vinden. Dus tot zo. Let in deze vlog trouwens alsjeblieft niet op mijn nagels. Want mijn uitgroei is echt niet te doen. Ik heb nu, denk ik, 3 weken mijn nagels niet laten doen. En het is nu tot hier. Dus dat ziet er gewoon heel onverzorgd uit. Maar ik ben dus gewoon niet lekker geweest en heb ik ook geen zin of in ieder geval behoefte om naar de nagelsalon te gaan. Dus dat fix ik wel weer als ik me helemaal top voel. Daarnaast had ik wel iets gekocht nog bij de MAC gisteren. En dat ga ik jullie gelijk even laten zien nu ik het toch hier voor me heb en het gelijk ga opruimen straks. En dat zijn, even kijken, een lipliner, lipstick en een lipgloss. Ik ga ze er gelijk even uithalen. Want die lipliner is echt de bom. Hij heet Mahogany. Mahogany. Ik weet niet of je het kan zien. Kijk, dit is dus hoe je het schrijft. Mahogany. En dit is een My Lips Better lip liner. Dus die vind ik heel erg mooi om gewoon op te doen als ik ja, geen lipstick op wil doen, maar wel een beetje vaseline. Dan doe ik dit dus op mijn hele lippen. En het is gewoon echt een heel mooi natuurlijk kleurtje. Dus die heb ik gekocht. En dan heb ik ook nog een lipstick die ik al, ja, vaker heb gehad. Dat is de D4 Danger. Die van mij, die ben ik kwijtgeraakt tijdens de verhuizing. Die zal vast wel ergens in een tas of zo zitten. Maar ik heb hem gewoon even opnieuw gekocht. Omdat ik hem heel graag wil dragen. Maar ik hem dus steeds nergens kon vinden. En dit is echt mijn favoriete rode lipkleur. Hij is mat. En hij ziet er zo uit. Hij heeft een beetje een framboos tintje eronder. Die heb ik ook weer nieuw gehaald. En dan heb ik tot slot ook nog een lipglossje. Oh, even een dopje erop doen. Oep. En dit is de MAC Lip Gloss in de kleur Ravishing. Dat is de naam van de kleur. En het is een beetje een peachy lipgloss. Ik ben ook echt helemaal into de peaches de laatste tijd. Ik vind peachy blush heel erg mooi, maar ook peachy lipproducten. En hij is ook best wel dekkend. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe deze gaat staan. Ik heb hem niet op mijn lippen aangebracht in de winkel. Maar ik vond hem er zo al heel mooi uitzien. Ik ga hem even swatchen, denk ik. Ja, ik doe even wat swatches op mijn hand. Dan kunnen jullie gelijk alle kleuren zien. Kijk, dit zijn de kleuren op mijn hand. Die linker is dus die Peachy Lip Gloss, Ravishing. In het midden zie je de D4 Danger lipstick. En rechts heb je dus de Mahogany, of hoe je het ook uitspreekt. Lip liner. En je ziet dat die dus een beetje bruinig is. Gewoon mijn eigen lipkleur, maar dan net iets mooier. En die D4 Danger kleur is ook heel warm. Dus die vind ik ook echt perfect voor de zomer. En die lipgloss is ook echt vet mooi. Volgens mij boven een bruine lipstick of zo. Of in ieder geval een nude lipstick. Om dan dus af te tappen met die ja, peachy gloss eroverheen. Dus dat zijn deze 3 nieuwe producten van MAC die ik heb gekocht. Ik zet jullie heel even neer hier op de kachel. Want ik heb net een pakketje binnengekregen vanuit Londen. En het zijn 2 van mijn nieuwe zonnebrillen. En die wil ik jullie echt even laten zien. Want ik ben hier heel blij mee. Deze zijn van het merk Baird. En ik denk niet dat jullie ervan hebben gehoord. Want het is een Australisch merk. Maar het wordt online wel in een paar webshops verkocht. En ik heb het nu gevonden bij een
volgens mij een webshop dus in Londen. Maar ik weet niet zeker of het in Londen zit of ergens anders. Maar het is een redelijk prijzige zonnebril. Maar ze hebben heel veel mooie verschillende monturen die echt wel opvallend zijn. Ik ga ze gewoon laten zien aan jullie. Ik heb hier dan deze. Dit is de Paired Eyewear Puss and Boots Sunglasses in Pink. Er zit zo'n kaartje bij waar het op staat. En deze is zo niet normaal geweldig. Het is echt zo'n cat eye zonnebril waar je van moet houden. Maar ik vind het heel tof. Zo ziet hij eruit. En wat ik er vooral zo mooi aan vind is dat hij aan de zijkanten van die metallic-achtige details heeft. Dit is dan beige. En voor de rest is hij een beetje beige met een roze gloed. En aan de zijkant hebben alle zonnebrillen van Paired ook zo'n arrow erin zitten. Hij zit er echt in verwerkt. Ik weet niet of je dat kan zien op beeld. Ik denk het niet. Maar dat is dus echt het kenmerk van hun. En dit is dan met goud. En deze kant heb je het ook weer. De arrow zit hier doorheen. Dus dat vind ik heel gaaf. En ik ga hem zo ook even opdoen en jullie laten zien. Maar eerst wil ik die andere nog even erbij pakken. Zodat jullie die ook gelijk hebben gezien. Hoe hij eruit ziet van dichtbij. Dit is volgens mij een limited edition. De Paired keer Rocky. En ik ga gelijk even kijken hoe dit model heet. Volgens mij zit hier geen kaartje bij. Nee, maar ik denk dat het dus gewoon de Paired keer Rocky is. En dat je hem dan daarop kan vinden. En deze is weer heel anders. Hij is best wel groot. Alleen hetzelfde weer als bij die andere. Zeg maar dat het hier een beetje zo'n cat eye bovenstukje heeft. En hij is aan de onderkant wit, echt zo'n soort van brillenmontuur idee. En dan loopt hij zo over naar bruin. En aan de zijkant heb je hier ook weer hetzelfde detail met goud. En ik vind die overloop gewoon heel erg tof eruit zien. Die ga ik ook gelijk even opzetten voor jullie. Kijk, dit is dus de Paired keer Rookie variant. En je ziet dus hier dat hij echt een beetje zo omhoog loopt. Wat ik heel erg mooi vind. En je kan hem iets hoger opzetten, maar dan zie je wenkbrauw niet. Ik vind hem zelf wel mooi als hij ietsjes hier zit. Zodat je wenkbrauwen ook gewoon erboven uitkomen. En hij is ook best wel donker, dus dat is echt top met de zon. En de kwaliteit voelt ook heel stevig aan. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Echt zo'n mooie alledaagse zonnebril die ik lekker op vakantie kan gaan dragen. Dus dat is Rocky. En dan zet ik nu gelijk even die andere op. De Puss and Boots. Zo, dit is dus de beige roze variant. En deze vind ik ook heel erg vet. Echt weer even wat anders dan wat ik normaal draag. En hij is ook niet te groot. Hij zakt ook niet af. Ook deze voelt er gewoon weer heel stevig aan. En ik vind beige sowieso wel een hele mooie kleur met het roze erheen. Heel zacht oogt het weer. Dus daar ben ik ook heel blij mee. En ik zie nu trouwens dat hij echt wel donkere glazen heeft. Dat vind ik wel weer tof. Dat het contrast zo groot is tussen de glazen en het stukje eromheen. Dus dat is de Puss and Boots variant. Oké, fuck my life. Ik was net bezig met het filmen van een video. Ik dacht ik ga eindelijk weer eens een keer een make-up tutorial opnemen. En mijn camera lens die hield ermee op. Dus die gaf steeds een foutmelding aan. Dus ik kan niet meer verder filmen. Want ik heb geen idee waar mijn andere lenzen zijn. Die liggen ergens in de dozen. Dus het was mijn setting echt super creatief opgebouwd. En ik was ook best wel ver met filmen. En toen ging het mis. Dus dat komt een andere keer zeker weten. Want ik heb echt zin om gewoon weer eens make-up tutorials voor jullie te gaan uploaden. Dus daar moet u nog even op wachten. Intussen heb ik hier nog een stapeltje was wat ik ga uitzoeken. Dat daar is allemaal schoon was. Dat moet ik nog opvouwen. En dan zijn we weer een beetje bij als dit is gedaan. Want dit is allemaal een verzameling van de afgelopen weken. Dus tijdens de verhuizing. Dat hebben we gewoon steeds laten liggen op zolder. En dat kwam er maar niet van. Dus dat ga ik even uitzoeken en wassen. Trouwens, zoals jullie kunnen zien hebben wij geen ramen hier in het dak zitten. Hier hebben we wel ramen, maar die kunnen niet open. En het wordt nu heel snel heet op zolder dat wij gewoon hebben besloten om twee van die Velux ramen te laten maken hier in het dak. En ik vroeg me af of jullie misschien tips hebben voor een bedrijf die dat goed doet voor een mooie prijs. Want wij hebben best wel lang al gezocht naar goede bedrijven die dat doen. Dus gewoon van die klapramen. Maar we zijn er nog niet helemaal uit. Dus als jullie daar tips van hebben, let me know in de comments. Want dat is echt meer dan welkom aangezien we dat snel willen doen. Want dit is echt niet te doen, die hitte hier op zolder. Gelijk even het bed verschonen. Heb ik dat ook maar vast gedaan. En dan is alles weer netjes. Zo. Zo, het huis is weer netjes en opgeruimd. Dwayne en ik hebben net lekker even gegeten. En ik heb
bent gedoucht. Ik ga nu lekker in bed liggen en dan gaan we nog een serie kijken en dan op tijd slapen. Want we zijn allebei echt heel erg moe nog. Dus ik ga de vlog afsluiten en ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zien jullie mij van de week terug in een Q&A video. Want ik ga deze dagen een Q&A filmen. En je kan nu nog je vraag hieronder denk ik wel reageren. Als je een brandende vraag hebt, laat even weten. Want ik had het via Instagram aangekondigd dat ik dus dit weekend zou gaan filmen. Maar ik denk dat ik dat morgen ga doen. Dus laat maar even weten als je vragen hebt. Dan ga ik dat misschien meenemen in mijn Q&A. En die komt dus aanstaande donderdag online. Dus ik heb nu even een nieuw schema voor tijdelijk, zoals jullie weten. Dat is maandag, donderdag en zondag komen er video's. Dus hou dat in de gaten. Aanstaande donderdag. En dan zie ik jullie dan. Doeg!